Wie van hen was uitverkoren? Heeft er één misschien verloren? Dubbel zwaar was Tom zijn leven. Dubbel zwaar van dubbel geven. Tolgeld kost zoiets altijd. En die tol heet eenzaamheid. Ik was 16 toen Tom, zijn vrouw Annie en hun kinderen mijn bovenburen werden. Die man was altijd bezig. Barstensvol ideeën, plannen en een prima decorateur. Toen hij op een keer weer te veel hooi op zijn vork had genomen, zoals gewoonlijk, kwam hij bij me langs en zei: "Zeg Lange, je moet me even helpen met een decoortje, want ik heb het nogal druk." En zo stond ik voor een tientje in de week met een grote verfzwabber decorvlakken in te vullen. Nou had Tom een nogal wisselend humeur. Het ene ogenblik kon hij echt onredelijk zijn. En het andere ogenblik kwam hij naar je toe en zei: "Hé, Gabber, neem een saffie van me." Maar schilder wel even dat schaduwrandje, want dat heb je vergeten. Ja, mijn man. Tom was in die tijd een veelgevraagd decorateur. Hij maakte affiches voor Circus Strasburger, maar ook decors voor grote theatermensen als Lou Bendy, Wim Kam en Toon Hermans. Theater betekende alles voor hem. In de oorlog werkte hij mee aan een illegaal cabaret. En het werd zijn grootste ambitie na de oorlog een eigen cabaret te beginnen. De grote verandering kwam in 1953 toen hij Karel Kamblach ontmoette. Tom was toen 32 jaar. Op een gegeven moment kwam Tom bij me en die zei: "Karel, ik heb een geweldig leuk idee. Een Franse zaak beginnen in het hartje van Amsterdam. Horecabaret." Hij zegt: "Het enige wat me mankeert is een mannetje die dat met me samen wil doen en die ook nog het geld heeft." En op dat moment was ik erg brutaal en zei ik: "Dat doe ik met je." Ik zeg: "Ja, glazen op." Zegt hij: "Jij hebt net zoveel geld als ik, namelijk ook niets." Ik zeg: "Nou, daar kon je nog wel eens in vergissen, want ik heb wel geld. En om aan meer geld te komen wanneer het een leuk idee is, dat is ook te moeilijk niet." Ik zeg: "En bovendien, ik heb mijn horecadiploma. En dat kan toch ook belangrijk zijn?" Zegt hij: "Verrek," zegt hij, "dat wist ik allemaal niet." Hij zei: "Dan zal ik je eens wat tekeningen laten zien." En toen liet hij me tekeningen zien van Saint-Germain-des-Prés, zoals het worden zou. En direct toen ik de tekeningen zag, wist ik dat het slagen moest. Het was gewoon eindeloos. Een leuk idee, een helder idee. Het was iets dat nog niet bestond. Liep in het begin hoofdzakelijk op het decor. De mensen zaten op kistjes. Lingerie hing kriskras door de zaal. Er lagen overal spullen van het Waterlooplein. Er speelde een trio. Een Turk schonk mokka en zong een liedje. En ik vertelde de laatste, nieuwste moppen. Waar een broek naast een hemd aan de zolder hangt. Vol zwaar met je dam is Saint-Germain-des-Prés, waar men u als in Parijs ontvangt. Er staan hier twee Fransozen als polies bij de entrees.
De een komt uit de Kinkerstraat, die lange Jordanees, bonsoir, monsieur dame. In Saint-Germain-des-Prés neem dat stukje Parijs met je mee. Ik hou van feest, dames en heren. Ik kom net van een feest, van een 50-jarige bruiloft. Hebben we nog even gezongen, lang zal opa leven. Zit, die mag ik even weten waarvan. Bonsoir, monsieur dame. In Saint-Germain-des-Prés. Zeg ze vrouw, ik ben 50 jaar met je getrouwd. Je hebt me nooit één dag mee uitgenomen, zit. Het is nogal lekker weer geweest. In Saint-Germain-des-Prés, waar ben nu als in Parijs? Of... Hij zegt, mens, ben je lelijk? Zegt ze, jij bent dronken, zegt hij me des morgen over. Ze doen hier alles op, ze Franse kelner in garçon. Een rondje van de baas, dat is een tour de la maison. En heeft u last van extra ogen, roep maar naar het buffet. Want dan wordt een teltje water bij je stoeltje neergezet. Bonsoir, monsieur. Ik loop net langs het Leidseplein, staat er een man met een kar met een kruis. Tom beperkte zich in het begin alleen nog maar tot het naar de plaatsen brengen van de mensen. Maar dat was niet voldoende voor Tom. Nee. Dus ging Tom gedichten schrijven. En die droeg u voor als existentialist. Dames en heren, ik vraag uw aandacht voor La Femme Tombée met een heel klein schuin streepje op de E van Tombée. Tja, de zaken gingen steeds beter lopen omdat het publiek al gauw in de gaten had dat je daar op een aparte manier uit kon gaan. De sfeer had iets vertederends. Op een zaterdagavond hadden we alles gedaan. Blaas en Tom, ga mij naar boven naar de zolder, daar lagen de requisieten. Mij naar boven. En dan gaf mijn regenjas aan en trok er zelf ook een aan. En we deden een snor voor en zitten een hoed op. Ik zeg, wat nu? Hij zegt, nou Blaas, nou gaan we naar beneden en gaan met het publiek dollen. Jij loopt voorop. Ik zeg, is een goed idee. Dan moet je mij Willem noemen en dan noem ik jou Bertus. En zo eigenwijs als Tom was, zei hij, Bertus, geen goede naam. Doe mij Doris. Wij naar beneden. En zo verlegen als Tom was, maar na een week liep hij voorop. Dus ik zei na 2 weken, zegt Tom, joh, het spijt me wel, maar ik hou hiermee op, hoor. Ik heb in de eerste plaats geen zin om een leven lang een typetje te spelen. En in de tweede plaats, je jat al mijn grappen. Ik loop er voor Piet Snort bij. Oh, Blaas, oké, geen punt, zei. Maar hij was al lang blij. Saint-Germain-des-Prés groeide uit tot een echt vermaakcentrum. Er werden steeds meer acts bedacht en meer artiesten aangetrokken. Een van de eerste was Piet Hendricks. En Piet vooral heeft een belangrijke bijdrage geleverd als het gaat om de uiteindelijke aankleding van de Doris-creatie. Want Piet en Tom samen vormden het nieuwe duo Doris en Willem. Lang heeft dit duo niet stand gehouden. Tom zag het als een tijdelijke zaak. Aangemoedigd door de groeiende populariteit ging Doris verder. Alleen. Ja, ik geloof dat Tom Manders in dat typetje wat hij deed, in die zwerver, die vagebond, dat hij daar iets in zag van zichzelf. Dat hij iets voelde van zichzelf, of andersom. Want een zwerver, dat is tenslotte iemand die te maken heeft met verrassingen, met verbazing, verwondering. Hè? Wat vind ik daar? Wat is dat? Is dat een schoen? Wat is dat? Wat is dat? Vinden, verwonderd zijn. Nou, dat had Tom ook. Die had dat heel, heel, heel sterk. Ik weet nog dat ik hem tegenkwam in Amsterdam op Rembrandtplein. Toen was hij net begonnen met theater en toen zei hij tegen me, Toon, ik heb succes. Maar hij zei dat werkelijk in opperste verbazing. Hij had zich niet kunnen voorstellen dat hij succes had, maar hij had het. Nou, dat doet mij inderdaad denken aan een zwerver die onder de brug een radiootje vindt. En het speelt nog ook. 23 april 1955. Dat was de dag dat Tom Manders voor het eerst op de televisie kwam. 1955, 25 jaar geleden alweer. Herinnert u zich iets uit die tijd? Ik zal u even helpen. Eisenhower was toen president van Amerika. En Khrushchev de grote man in Rusland. En wij hier in Nederland, we waren nog maar met 10,5 miljoen... Wij sliepen rustig onder het wakend oog van de goede Willem Drees. Een wit brood kostte in die tijd 41 cent. En we hadden nog geen inspraak, geen files bij Vianen, geen Almere, geen luchtverontreiniging. Wel televisie. Nou ja, dat wil zeggen, niet zoveel. 5 avonden in de week, op 1 net, zwart-wit en geen journaal en geen reclame. Van Cote & Bie,
en de Mounties. En André van Duin had nog nooit iemand gehoord. Van Tom Manders trouwens ook niet. Maar ik wel. Want ik woonde in die tijd aan de Amstel, om precies te zijn, op nummer 248. En dat is vlakbij het Rembrandtsplein. En ik ben daar eens gaan kijken op de openingsavond van Saint-Germain-des-Prés. Ha, Marie, zei Tom toen hij bij mijn tafeltje kwam. En Marie, zo is hij me altijd blijven noemen. Want we zagen elkaar vaak. En we zijn vrienden geworden. Hele goede vrienden. ...23 april 1955, de dag dat Tom Manders voor het eerst op de televisie kwam. Wie geen toestel had, en dat waren er veel in die tijd, ging kijken in een café, dus het was er vreselijk vol die avond. Maar na afloop van het programma, toen was er applaus en iedereen was opgetogen en iedereen sprak erover. Het was de avond dat Doris werd geboren. Hebben van goede sigaren, klopt, hè? Ja, dat heb ja? Ik ook wel, hè? Ja, 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 ik ook, ik krijg er wel eens een. Ja, toch niet? Ja, kom herhaaldelijk voor gisteravond, was ik ook nog ergens. Ik zei, meneer, u lijkt me wel een liefhebber. Toen zei hij, ja. En toen gaf iedereen. Ja, ik bedoel er niks mee, hoor. Het bleef niet bij één optreden. De VARA kwam met een contract voor een heel seizoen. En naarste ging Tom op zoek naar nieuw talent. Namen uit die periode: het Hotcha-trio, Rijk de Gooier, Herbert Joeks, Dick Engelbracht, Sacha Denisant, Tette Braak, Aart Brouwer en Henk Elsink. Blijf altijd braaf en goed bij alles wat je doet. Want het geluk dat rijkdom biedt, dat is toch ook je ware niet. Blijf altijd braaf en goed bij alles wat je doet, want het geluk dat rijkdom biedt, dat is je ware. Tom was in die tijd eigenlijk een soort vader voor me. Hij was een man die je niet engageerde, maar zich over je ontfermde. Ik kan dat gewoon niet anders zeggen, zo was dat. Het was niet zo dat hij zich dagelijks met je bezighield op het artistieke vlak. Daar was hij zelf veel te druk voor, hij stond toen op de toppen van zijn roem. Maar het is toch zo dat hij een onuitwisbare indruk op mij heeft gemaakt. Ik heb een paar jaar geleden op het toneel eens een ode aan hem gebracht, een ode aan Tom Manders. En dan, ja, dan speelde ik geen Tom, ik voelde me Tom. Blijf altijd braaf en goed bij alles wat je doet. Want het geluk dat rijkdom biedt, dat is toch ook. Blijf altijd braaf en goed bij alles wat je doet. Want het geluk dat rijkdom biedt, dat is je ware niet. Zij kon toen die schand wel verdragen, maar haar galm verdween helaas. Toen stond zij alleen op de wereld, en dat enkel maar om zo'n haas. Maar gelukkig was er nog één melkboer, een vrijer met roodachtig haar. Die trad toen met haar in het huwelijk, en zo kwam het toch voor elkaar. Ja jongens, wat een tijd was dat, hè? Als we nou s'avonds een tv-uitzending hadden gehad, dan konden ze bij de waterleiding werken. Dan liep de waterleiding liep terug, hè. En dan kwamen we terug op het plein, jongens. En dan stonden ze echt, hoor, stonden ze tot voorbij Dobben stonden ze op de hoek. En dan wij hele kleren zo uitlaaien, hartstikke idee, de zaak in. En meteen de eerste nummer eruit. Toen stonden we nog buiten uit en dan liep het eerste nummer al. Dat was geweldig, was feest daar, was altijd feest. Was feest, wat feest, wat heet feest. We maakten uit de zaak vandaan, Polonaise, hartstikke idee. Met z'n allen, hoppakee, langs het Rembrandt, zo terug. En als we daar terugkwamen in de zaak, dan was de helft verdwenen zonder te betalen. Ik wilde zo graag artiest worden.
En de enige kans toen dat tijd, of tenminste een van de weinige kansen, was Saint-Germain-de-Prés op het Rembrandtplein. Dus ik daarnaartoe. Ik heb me niet voorgesteld, ik heb alleen maar gezegd, ik wil zingen. Nou, zei de man, die later Tormanders bleek te zijn, daar is de bühne, ga er maar staan. En ik ging daar staan en ik zong een onbekend Engels liedje, geloof ik weet het niet meer precies. Ja, zei hij, het is wel aardig, maar ik kan het alleen niet gebruiken. Hij zei, want we hebben hier een Frans sfeertje en nou ja, het Engels, dat kan niet. In paniek dacht ik, dat gaat mijn kans. Dus ik zei, binnen een week ben ik terug en heb ik 3 Franse liedjes van buiten geleerd. Zo, zei hij, zo. En hij liep naar een kastje toe, haalde daar een stapel muziek vandaan, stopte die onder mijn arm en zei van, ga je gang, dat zou ik wel eens willen zien. Tous les soirs du soir, on allait comme ça, dans un babusette, pour un danser, comme ça. Dans un quartier, fricoté, comme ça, peur des danseurs de Java, comme ça. Rue de la Paix, autant joyeux, où les bras faits étaient Jésus. Rue de la Paix, en cette allée, un petit peu, on dansait la Java. Des gens portaient des casquettes sur leurs cheveux combinés. Ah, quelle belle roue floquette qui descendait jusqu'au lit. Rue de la Paix, c'était charmant. Rue de la Paix, mais plus prudent. Rue de la Paix, pour aller sans temps. Tu les amis, ce soir-là au ciné. Plutôt que d'aller se faire assassiner. Het duurde niet lang of Tom stond in de studio's bekend als een moeilijk man. Moeilijk, bijna onmogelijk om mee te werken. En dat was ook zo. Het liefst deed hij alles alleen. Ja, u bedoelt die Tormanders. Nou, mooie jongen hoor. Ja. Mooie jongen. Die Tormanders is van karakter heel anders dan jij. Ja, gelukkig wel. Jij slentert een beetje nonchalant door het leven. Je hebt een bijna kinderlijk open aard. Maar Tormanders is zakelijk en een tikkeltje gesloten. Jij leeft plezierig bij het moment. Maar meneer Manders kijkt vooruit, heel ver vooruit. De enige man die Tom aankon, en naar wie hij ook luisterde, was een regisseur uit die beginperiode, Gijs Stappershoef. Tom had doodgewoon heel vaak gelijk, omdat hij startte van een heel goed gevoel voor wat het publiek hebben kon en niet hebben kon. Maar hij was feilbaar en had natuurlijk ook wel ongelijk. En dat kon hij heel slecht herkennen in een gezelschap. Hij wilde geen podium verliezen. En als je iets veranderen wilde, dan moest je hem alleen hebben, rustig met hem overleggen, goede argumenten op tafel brengen en dan was er echt met hem te werken. Iedereen weet dat het mannetje Doris, het typetje Doris, dat was een schlemielig mannetje, maar de man die hem creëerde, Tom Manders dus, had een geweldige uitstraling. Het is eigenlijk niet te vertellen hoe. Bijvoorbeeld een volle zaak, het was altijd vol, mensen stonden in de rij. Druk, praten, borreltje drinken, vrolijk al bij voorbaat. Dan kwam Tom binnen, stond eigenlijk achter de mensen. Dus de mensen zaten met de rug naar hem toe. En toch werd het door iets, door zijn uitstraling, werd het stil. En dan liep hij naar een meneer toe. Die tikte die met een typische beweging op zijn schouder. En nog eens. En zei dan, hey broer. Nog eens. Hey broer, wat heb je een mooi pak aan? Ik heb alleen maar mooie pakken. Zit u? Ik zeg, ik heb alleen maar mooie pakken. Ja, ja, nou dat neemt toch niet weg dat ik tegen jou al mag vertellen dat je een mooi pak aan hebt? Nee, daar zie ik echt de noodzaak niet van in. Oh, nee? Nee, ik zeg toch tegen jou ook niks over je pak. Ja, dat ben... Wat zou er dan van mijn pak wel te zeggen wezen? Ja, wat dat pu? Wat zit je naar de pu? Heb ik misschien wat van Jan? Nou, dat zou er nog bij moeten komen. Stel je voor, niet waar, dat ik zulke voor... ...voor de droeg. Oh. Laten we de dingen nou eens even heel klaarstellen, hè? Jongen, ik kan een hoop hebben, maar je moet niet met je handen aan mijn lichaam komen, hoor. Anders ga je wel mooi even mee naar buiten. Krijgen we nou? Chef, hou je een beetje in. Jij moet ook je handen thuis houden. Ja, maar chef, het is een klant. Een klant, al was het koning Uri Noepie van Uli Waffie. Hij moet je tengels thuis houden. Wat krijgen we nou? Ik zit gewoon tegen de man in kwestie te praten. Ik kom gezellig bij hem zitten. Ik denk, het is een leuke avond. We maken er een gezellige avond van. Ik ga naast de man zitten. Ik zeg alleen, meneer, wat heb je een mooi pak aan. Wat denk je? Hij pakt me bij mijn revers en... Het...
is een mooi pak, meneer. De stof valt me een beetje tegen. Nou, dat is het toppunt. Ik zit hier rustig op mijn consumptie te nuttigen. Ja, 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 chef, je gaat te ver. Jij moet ook je handen van verlichten. Wat ik vanavond in mijn handen heb, mag je ook weten, hoor. Wat doen we daar nou aan? Meneer, luister, laten we dingen nou even kalm en reëel en menselijk in een menselijk vlak en vooral als grote mannen onder elkaar oplossen, nietwaar? Ik kom in mijn beste humeur binnen, ik ga bij u aan tafel zitten. Ik heb alleen gezegd, meneer, wat heen een mooi pak aan. Jij bent begonnen. Jij pakt me bij mijn revers en... Wat is hier aan de hand? Agent, er is helemaal hier niks aan de hand. Ik zit gewoon aan mijn tafeltje in mijn eigen keldertje tegen deze meneer te praten. Ja, ik heb alleen maar gezegd, wat heb je mooi pakken? Ja, meneer. Wat denk je? Hij komt op me af, pakt bij mij mijn revers en... Tom verstond de kunst van het weglaten. Hij had natuurlijk die ogen waar hij alles mee kon uitdrukken. Maar het ongeluk van veel theatermensen is dat ze alles willen uitdrukken. En dat te veel, dat had Tom toen hij begon al niet meer. Inmiddels had Wim Sonneveld in het begin van 1956 het toen zo populaire radioprogramma De Showboot verlaten. Naarstig zocht Karel Prior naar een vervanger. Zijn keuze viel op Tom Manders. Tom zat enorm te aarzelen, maar ik dacht, ja vriend, ik moet je nu toch strikken. En uiteindelijk ging hij akkoord. Nou wilde ik toch wel iets zwart op wit hebben, want ik denk, anders is hij morgen misschien van gedachten veranderd. Dus tekende ik een voorlopig contractje met hem op de wikkel van een pakje sigaretten. Tom kwam in de showboot en had veel succes met zijn conferences. Werd dan ook het volgende jaar geprolongeerd. Alleen we hadden wat variatie nodig. Dus stelde ik Tom voor om zijn conferences af en toe eens te besluiten met een liedje. Ja, maar wie moet die liedjes aan schrijven, vroeg hij. Ik zei, jij, dat kan je. Ja, maar eikeltje, joh, daar heb ik toch helemaal geen tijd voor. Uiteindelijk had hij toch tijd. En er kwamen ook al in die beginperiode alleraardigste liedjes uit de bus. Denk u alleen maar eens aan Twee Motten. Alleen er was één ontstellend groot probleem. Tom kon absoluut geen maat houden. Dat had hij al eens bewezen met een bestaand liedje bij het Metropoolorkest. En alleen aan hem waren we al 2 uur repetitie kwijt. En als u dan weet dat je voor het totaalprogramma 3 uur repetitie ter beschikking had, dan was dat toch wel een beetje te veel van het goede. Geen groot orkest, dus dacht ik, laten we Cor Stijn vragen. Per slotverrekening had hij in dat prachtige orgel van een heel compleet orkest zitten. Bovendien kon Cor, zo nodig qua ritme, wat naar voren of naar achteren fietsen. Meneer Cor Stijn werd dus de muzikale gabber van Doris. Een duo met een gouden toekomst. Er wonen 2 motten in mijn oude jas. In mijn oude jas. En die 2 motten, 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 die wonen er pas. Wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet mijn hele jas kapot, alleen voor haar die dot van een mot. Ik noem haar Charlotte. Motten, motten. En hem noem ik Bas. En Bas. Die dotte van motten in mijn oude jas. Die dotte van motten in mijn oude jas. Motten, 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 motten.
Het succes van de motten was gigantisch. Er werden maar liefst 700.000 singles van verkocht. Doris werd een rage. En dat betekende dat Tom voor de bijna onmogelijke opgave stond teksten te schrijven voor een wekelijks radio en een tweewekelijks televisieprogramma. Saint-Germain des Prés kwam door dit alles goed in de verdrukking. Tom ging steeds meer buiten de zaak omdoen. Soms belde hij 's avonds op en dan zei hij: Karel, hoeveel mensen zitten er in de zaak? Nou, een man of 30, Tom. Dus die geeft ze maar een consumptie en geeft ze hun geld maar terug, want ik kan niet, ik zit te schrijven. Met alle grote waardering voor wat Tom als schrijver en vooral als bedenker deed, zijn grootste kracht lag natuurlijk in zijn optreden. Vooral zijn ogen waren iets heel bijzonders. Zijn gesproken teksten waren niet altijd even briljant. Ik heb hem toen voorgesteld om andere schrijvers in te schakelen. Omdat ik ook wat bang was dat hij met de tijd droog zou komen te staan. Maar Tom zag daar niks in. Hoewel Tom al zijn liedje zelf schreef, kon hij geen nootmuziek lezen. Laat staan een instrument bespelen. Maar Doris wel. Natuurlijk, hè? Als je zoals hier in Leeuwarden 80.000 mensen op de been weet te brengen om naar je te komen kijken, dan ben je iets heel bijzonders. Mijn eigen carrière ben ik eigenlijk ook begonnen door Tom Anders. Ik ben begonnen met hem te imiteren, als een bolhoedje op, snorretje voor, brilletje, regenjasje aan. Dan zette ik een plaat van hem op en die playbackte ik dan. Dat hoefde niet zo synchroon te gaan, want ik had die snor voor. En ik leerde een oude conferentie van hem uit mijn hoofd en die vertelde ik dan aan de mensen. Eigenlijk kan je rustig stellen, ik ben mijn carrière begonnen door Tom Anders. Bravo bravissimo, bravo bravissimo, bravo bravissimo, bravo bravissimo, potte me fissimo, potte me feuille, potte me nece, potte me ja. La 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 home singen, zieme springen, home singen, wat doe het is da? Wat een spektakel, maak die missie gartische mirakel, die sips op mop stijgt naar mijn kop, het wordt een hel. Zeg meneer Stijn, als je nog eens een leuk liedje van me weet. Doorgaan, Doris, gewoon doorgaan. Adieu! Zo'n 25 jaar geleden, toen vroeg mijn dochter, toen 16 jaar oud, als jullie nou 's avonds samen uitgaan in Amsterdam, waar gaan jullie dan eigenlijk naartoe? Toen zei ik, nou, ik wil wel eens een avond met jou die tocht maken, dan kun je het zelf zien. En dat hebben we een tijdje later gedaan, de hele kroegentour. We begonnen op de Zeedijk, dat komt toen nog. En we eindigden op het Rembrandtplein en daar zei ze, ah, Saint-Germain des Prés, daar is Doris, die wil ik zien. Wij naar binnen, maar in de hal stond Tom Anders met zijn jas aan en zijn hoedje op, gereed om weg te gaan. Hij zei, verrek, kom je nou pas, ik ben klaar. Toen zei ik, ja, ik ben met mijn dochter uit en ik vertelde hem dat we bezig waren painting the town.
En ik zei, we gaan toch even naar binnen kijken. Al zijn we dan ook te laat. En we gingen in het café zitten en 5 minuten later ging het doek op. En daar stond Doris in vol ornaat. En maakte zijn beroemde nummer speciaal voor mijn dochter nog eens. In 1959 vertegenwoordigde Doris Nederland in het kader van 5 jaar Eurovisie met dit borstelnummer. Naar dit programma keken 34 miljoen mensen en er volgden tientallen aanbiedingen. Maar Tom had geen tijd, want alle voorbereidingen waren al getroffen voor zijn eerste tournee. Alles gond en alles beefde, alles trilde en alles leefde. Ruisend vonken spat het net een fontein. Waterlooplein, 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 waterlooplein. Waar de allergekste dingen op de straat verenigd zijn en waar men soms geen verschil ziet tussen mijn en dijn. Waterlooplein, waar je een fiets voor een tientje en een kachel voor een riks. Het kost allemaal een schijntje en de vlooien kosten er niks. En of je nou gaat trouwen of op reis gaat met magere hein, het begin en het einde ligt op het Waterlooplein. Na zijn succesvolle tournee, maar liefst 260 voorstellingen, vertrok Tom samen met Cor Stijn, de Hotsha's en vele anderen in 1960 naar Duitsland voor 6 televisieprogramma's. Es leben 2 Motten in mijn alte hoed. En deze 2 Motten, die wonen daar goed. Sie vernichten mir das Oberhaus und fressen das Modell heraus. Der Klon mit Herz werd in Duitsland zo goed ontvangen dat zijn laatste show daar op Oudejaarsavond werd uitgezonden. Maar Tom, die geen behoefte had aan populariteit bij onze oosterburen, keerde terug op de Nederlandse buis met 8 televisieshows. Ditmaal zonder Cor Stijn. En wel omdat Cor in vaste dienst was van de VARA Radio en enerzijds niet langer onbetaald verlof kreeg, maar daarnaast op muzikaal gebied meer ambitie had dan het begeleiden van Doris alleen. Tom legde zich neer bij deze beslissing en startte met een geheel nieuwe ploeg zijn tweede tournee. In 1962 werd Saint-Germain-des-Prés op het Rembrandtplein als cabaret gesloten. Het typische Parijse sfeertje maakte plaats voor een bowling die Karel Kamlach ging runnen. En Tom? Tom werd verliefd op film. Hij begon met filmvervalsing. Gary Cooper werd Verdonker Maand en Doris schitterde naast Grace Kelly in de film High Noon. Weer wat later draaide Tom het gegeven om. Hij schreef een eigen scenario en monteerde daar bestaande scènes in. Zoals hier, waar Doris de rol van de loodgieter speelt en Brigitte Bardot een kamermeisje dat juist een bad neemt. Ik wil een deken pakken. Oh, nou, dan heb je me niet kwalijk. Hé, maar wacht nou even. Ik wil niet wachten. Hou nou eventjes,
krijgen we nou weer? Gaat je niks aan doen? Tom is tot filmen gekomen onder invloed van zijn radiopraatjes. Wat hij voor de radio deed, dat kon je niet voor de televisie doen. Hij kon geen lange verhalen gaan staan vertellen over zijn belevenissen met zijn gabber Dolphy Zalvy. Dat moest je laten zien. Dag, dame. Ik vroeg me eigen af of u misschien een kleine bijdrage zou willen leveren tot nut van het algemeen. Niks. Ik geef nooit aan de deur. Wat zegt u? Ik geef nooit aan de deur. Oh, nou, dan kom ik wel even binnen. Wat is het eigenlijk voor? Het is voor een nieuwe politieke partij, dame. Recht voor ons allen. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ja, dat klopt. Ik ben ook het enige lid. Zo. Ja, en als er één bij komt, ga ik er weer uit. Ach, man. Ik bin der Protektor. Man sieht mir's gar nicht an. Jedoch die Fakultät, die was davon versteht, schickt unaminitär mich immer hin und her. Als Prüfungskommissär, als Prüfungskommissär. Beim Prüfen bin, beim Prüfen bin da. Het bleef niet bij film. Tom, rusteloos als hij was, ging op zoek naar nieuwe wegen en kwam toen tot het op zijn manier bewerken van musicals, opera's en operettes. Maar de kijkers hadden niet zoveel waardering voor deze experimenten. Men wilde niet aan het idee dat Doris een vaderrol vertolkte of plotseling een broer of een zus had. Nee, Doris moest Doris blijven. Het liefst in de entourage van Saint-Germain-des-Prés. En de kijkers wilden nog iets anders. Corstijn moest terugkomen. Zowel Cor als Tom voelden daar wel iets voor. Althans voor één televisieseizoen. En voor die tijd op unieke wijze kwam Corstijn terug. Tom combineerde als eerste een directe televisie met een directe radio-uitzending. Zeg, maar nou even serieus. Ja. Nou lijkt het me zo leuk voor de luisteraars als je nou nog één keer dat heerlijke liedje voor ons zou willen zingen van de Krokus en de Hyacint. Ja, meneer Paula, ik wil echt wel meewerken hoor. En met alle respect voor het pianospel van onze madame de la Pionneuse. maar dat liedje van de Krokus en de Hyacint, dat gaat alleen maar met violen, begrijp je wel? Ik bedoel met een groot orkest met violen. Of een mooi Hammondorgel, hè? Serieus? Ik zei of een mooi Hammondorgel. Wat bedoel je daarmee? Nou, net wat ik zeg. Toevallig hebben we hier een heel mooi Hammondorgel in de studio staan. Met daarachter... Met wat daarachter? Nou, wie denk je? Nou, wie denk je? Je kon me toch niet vertellen dat het... Ja, dat kom ik je wel vertellen. Meneer Cor Stijn. Meneer Paula, dat stuk... Ho! Wat is er? Meneer Paula, dat stuk gaat niet door. Met die gozer wil ik niks meer te maken hebben, hoor. Waarom niet? Ja, waarom niet? Ja, dat kan ik hier toch niet vertellen, man. Dat is een heel verhaal. Nou, ik vind dat je dat nou juist hier wel eens moet vertellen. Mensen willen nou eindelijk echt wel eens weten waarom jij nooit meer met meneer Corstijn werkt. Zeg, ja? vertel nou eens heel eerlijk, Doris. Ja? Ja? Even alleen tussen ons tweeën, hè? Alleen tussen ons tweeën. Oh. Waarom is dat nou? Nou, ik mag hem niet. Wat nou? Nee, ik wat mag hem nou? Niet. Mag nee, hem die niet. Gozer heb kapsonis. Kapsonis? Ja, kapsonis. En daarbij, hij speelt nog zo vals als wat, weet je dat? Ja. Ja. Een hele poos geleden met klaverjassen, hè? Moet je voorstellen. Zeg, ik kom uit met schoppenel, weet je niet? Hè? En toen steekt hij de 10, nou vraag ik je. Hè? Nou is het op jezelf niet zo heel erg, maar hij deed het met zo'n gemeen rotlachie. Dat op dat moment dat dacht ik bij mijn eigen... Wacht nou eens even, Doris. Ja? Doris. Ja, ja. Dat zijn toch allemaal kleinigheden? Kleinigheden noemt hij dat, de vrede ik maar over op, man. Nou, dat vind ik dan tamelijk flauw van jou. Nou, dat ken ik wel. En ik vind het bijzonder onaangenaam en heel vervelend dat dit leuke programma daardoor nou in de soep moet lopen, hè? Nou, goed. Ogenblikje, Paula. Wat? Ogenblikje. Hm. Doris. Doris. Ja, meneer Stijn. Luister nou eens goed, Doris. Ja, meneer Stijn. Nou, half Nederland zit naar ons te kijken en te luisteren. Ja. Doe toch niet zo raar, joh. Wat hebben die mensen daar nou mee te maken? Ja, daar hebben ze alles mee te maken. Dan kunnen ze gelijk morgen even aan de andere helft van Nederland vertellen dat jij... Wat hoor ik? Dat jij eigenlijk aan de radio verslingerd hebt, hoor. Wat nou? Ja, en dat je mij een beetje hier in mijn eentje laat staan te knoeien, begrijp je wel? Nou ja, maar dat is dan nu toch goed opgelost, hè? Jij zingt daar een bus in je liedje.
En ik begeleid het hier op het Hammondorgel. Doris. We hebben het toch altijd leuk gehad? We hebben toch altijd samen veel succes gehad? Gooi je met hem. En dan begint hij een beetje om mijn gemoed te werken, zeg. Nou, ik tippel dat toch niet in, hoor. Dan krijg je dat allemaal van weer van voren en van... Als die gozer orgel gaat spelen, heb ik helemaal week van binnen, weet je. Hoor hem even. De zwerver. Zeg meneer Stijn. Ja, Doris. Zou u nog één keer overnieuw kunnen beginnen? Ja, zeker, tuurlijk. Hier komt-ie. Dank u zeer. Een gele krokus en een witte hyacint stonden te vrijen op een plekje uit de wind. Ze waren gelukkig. Zo blij als een kind. Hij zoende die krokus en zei die hyacint. Hij wilde haar trouwen, die witte hyacint. En ging naar de vader om de hand van dat kind. Pa wilde niet weten dat zijn kind werd bemind. En hij sloeg zijn krokus, zijn bloed eigen kind. En vader zei, daar kan niks van komen. Weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders dan van een hyacint. Dat wordt niks als ellende, waar je je ook bevindt. Maar alle gelieven slaan die raad in de wind. Ze trouwden heel stiekem en ze kregen een kind. Dat leek om een krokus en om een hyacint. En alle bollen negeerden de familie hyacint. Maar ja, die hadden daar geen oog voor. Want je weet, liefde maakt blind. Toen kwam er een expositie van Narcis tot Hyacint. Ons echtpaar, dat schreef gelijk in en natuurlijk ook voor hun kind. En kijk, dat kreeg nou als beloning een krans met een lint. Vanwege zijn stamboom en zijn originele tint. Toch besloot Tom geleidelijk te stoppen met de Saint-Germain des Prés formule. Filmen buiten de studio, dat was het. En in die nieuwe vorm ging hij halverwege zijn programma over op film. Een andere achtergrond van Toms filmambitie was dat hij langzamerhand wat moeilijkheden kreeg met de NOS-situatie, de NTS destijds. Hij voelde zich hoe langer hoe meer overgeleverd aan een grote groep mensen die hij eigenlijk niet meer wezenlijk in de hand kon houden. Eind 1963 schreef Tom 3 scenario's voor televisiefilms die hij op 3 plaatsen in Nederland wilde gaan verfilmen. Echter met dien verstande dat de films na uitzending zouden gaan roleren in het land. Hij was eigenlijk een der eerste die de verdere mogelijkheden van televisie voorzag. Met name de videorecorder, die eigenlijk nu pas in 1981 goed van start gaan. Mensen die nu zelf een programma huren of kopen om dat in hun eigen huiskamer te vertonen. Daar was Tom in 1963 al mee bezig. De eerste film van de 3 die hij zou gaan maken is Volendam. Niet gillen, juffe Aaltje. Zal u niet gillen? Wat doe je hier? Ze slapen. Maar hoe weet je mijn naam? Tussen u en mij gezegd en gezwegen, juffe Aaltje. Ik slaap hier altijd in de maand september. Al 15 jaar. Ik heb zo mijn vaste adresjes, voelt u wel. En ik heb jullie allemaal op zien groeien, zo, dat hele rijtje achter elkaar. Ik weet ook precies waarom u zo huilderig bent vandaag. Oh ja!
ik ben met de hele geschiedenis op de hoogte, hoor. Uw vader die voelt niks voor een huwelijk van u met die zoon van die schoenenfrik uit Alkmaar. Nee. Hij wil geen zoon van een schoenfabrikant uit Alkmaar. Als je nou nog een kaarsdragertje was. Nee, dat niet. Hij wil alleen maar een visser in de familie. Een visser? Nou, ik kan me wel een beetje voorstellen als je het mij vraagt, hoor. 7 dochters. Of dat je de emmer leeggooit. En die ene zoon? Zie. Ik wou dat ik jullie helpen kon. Oh! Wat nou? Je moet hier weg. Wat nou ineens? Hij kan hier ieder ogenblik binnenstappen. Wie, je vader? Nee, Jan. Oh, jee. We ontmoeten elkaar hier wel eens in het schuurtje. Mens moet toch wat? Ja, maar ik ga niet tussen de kolen leggen, hoor. Goeie pakken. Oh, daar begrijp je nooit iets van. Ik ben een vreemde in het schuurtje. Vlug, onder het hooi. Wat? Onder het hooi. Ja, wat maak je me nou? Ah, joh, ik heb de hele nacht onder het hooi gelegen. Kom nou, ik dek je toe. Wat zeg je dan? Ik dek je toe. Nou. Dat verandert de zaak. Na de voltooiing van de film Volendam ontstonden de moeilijkheden. De VARA-leiding schrok terug voor de hoge kosten die ook toen al het filmen met zich meebracht. Er kwam nog een ander punt bij. Ik heb toen gezegd, Tom, luister eens, we hebben dit opgezet als een televisieorganisatie. En al die dure elektronische faciliteiten die we hier ter beschikking hebben, die worden, als jij gaat filmen, niet gebruikt. Dus in de studio ben je van harte welkom, maar het geheel op locatie gaan filmen, dat is echt geen haalbare zaak. Tom was teleurgesteld over dat standpunt. En dat terwijl de Duitse televisie aan hem trok en er ook een Nederlandse omroep belangstelling voor hem toonde. Ik heb hem ook geadviseerd om in die richting te gaan. Nee, zei Tom, de VARA heeft me groot gemaakt. Ze laten me nu in de steek. Ik zal het niet doen. De andere films kwamen er toch. Typisch Tom. Als hij iets in zijn hoofd had gezet, dan moest en zou het ook gebeuren. In combinatie met een korte voorfilm werd het hele pakket aangeboden aan verenigingen. Dat zou bij mij thuis dus ook gedraaid kunnen worden eigenlijk. Hè? Bij mij thuis zou het ook kunnen. Nou, als je een grote familie hebt. De zaak werd geen succes. Tom leed een verlies van tienduizenden guldens. Het aanbod van de VARA om opnieuw shows op te nemen in de televisiestudio was echter nog steeds van kracht. Tom greep het aan met beide handen. Ik loop door het land aan de zonnige kant met mijn hele hebben en houden in mijn hand. Ik stop mij geschokken, verstel mij gegoed. Klap alles aan mijn laars en ik klap mijn schoenen als het moet. Ik bedel voor mijn brood, ik was me in een sloot. Maar aan werken heb ik een broertje dood. De rechterlijke macht heeft over mij beslist. Ik ben asocialist. Ik ben asocialist. Jazeker, asocialist. En B, kapitalist. En C, nou ja, je voelt wel, met mij kan je alle kanten uit. Ik ben asocialist. Voelde Tom zich ongelukkig in de studio met de creatieve mogelijkheden daar voor Doris. En er kwam nog iets bij. Buiten zijn financiële zorgen kreeg hij problemen met zijn gezondheid. Het was in deze periode dat de eerste verschijnselen van longkanker zich bij hem openbaarden.
speelde clown. Lach door je tranen heen, speelde clown. En zorg dat iedereen om je moet lachen, speelde clown. Speelde clown. Up en down, kent iedereen. Up en down, moet je alleen van binnen verwerken. Laat niks merken, speel de clown. Stoot flink je kop, val op je snuit. Sta vlug weer op en glijd weer eens uit. Speel de clown, krijg eens een klap. Dan tik op tik en zeg pas het grap. En laat maar een snik. Speel de clown. In het grote circus zie je hem vallen en opstaan. Na een paar foute salto's met moeite weer doorgaan. Geen verschil tussen mensen en verscheurende dieren. Ze kletsen op hun dijen, lachen, brullen, gieren. Mensen, houd toch op met dat stommige giechel. Want jullie kijken in de spiegel. Naar de clown, die door zijn tranen heen. Naar de clown, die lijkt op iedereen. En moet je nou niet lachen om die clown, om die clown. Up en down, kent iedereen. Up en down, moet je alleen van binnen verwerken. Laat niks merken. Speel de clown. Speel de clown. Speel de clown. Toms veerkracht was enorm. Nog hetzelfde jaar schreef hij een aantal shows waarbij Doris zich weer helemaal waar kon maken. Zoals bij deze scène, waar het kleine, fysiek onbetekenende mannetje op een gegeven moment kwaad wordt en het opneemt tegen de grote dikke. Thank you.
Ach, Peter, maak toch geen kach goed aan anderen. We zijn toch alle Brüder? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Schon goed, meinetwegen. Om hier uit. Ja. Tom had nog meer pijlen op zijn boog. Weet u het nog? Zijn hang naar het theater? Juist, Tom wilde acteren. Tja, dat was wat. Tom wilde een dubbelrol gaan spelen. We waren daar wat huiverig voor, want de operetteperiode lag ons nog vers in het geheugen. Maar goed, Tom wist ons toch enthousiast te krijgen en hij kreeg het groene licht. Ja. Krijg het van jou. Zo, 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 zo. Goedendag, brave borst. Ik neem aan dat gij behoort tot het grote leger van tot nog toe miskende genieën die menen de mensheid van tijd tot tijd te moeten verrassen met een opzienbarende uitvinding. Ja, meneer. Ja, was ik ook bang voor. Gaat u maar eens even thuis zitten daar. Komt u maar eens even in en neemt u maar even plaats op het stoeltje daar. Eens even zitten daar. En ik mag misschien ook aannemen dat deze uitvinding, waar u misschien dagen, weken, maanden, pakweg, misschien wel jaren van heeft wakker gelegen, zich in deze oude, zij nog in zeer goede staat verkerende schoenendoos bevindt. Mooi, 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 mooi. En nu tussen u en mij, zo dat heet, de conversatie eerst goed is losgebarsten, zij het mij misschien ook vergund even te mogen informeren wat u precies heeft uitgevonden. Een muisje, wat? Stel u?
Een muizenval. Muizenval. Eén ogenblik. Zal ik even de paparazzen van de muizenval halen. De waanzin, muizenval. De hele wereld barst het vol met muizenval. Dat is A. Dat is B. C is D. Dat is de E. F. De G en de H. Moet dat in de I zijn. En de J. En de K en de O. M. Ja. Ja. De M. Muizenhokjes. Muizenkooitjes. Muizenkooitjes, muizenhokjes. Allemaal muizen. Muizenniezen, allemaal muizenniezen. De muizen vallen. De muizen vallen. Beste brave kerel, moet je even heel goed naar me luisteren. Ik doe dit werk al ruim 40 jaar. En je begrijpt wel, in die 40 jaar heb ik allemaal de meest vreemde snoeshanen hier voor het hekje gehad. Hm? Duidelijk, niet? Kijk eens even wat ik hier heb. Hm? Zie je wat er staat? Ja. Lees het eens even hardop voor, met luide stem, hardop. Muizenvallen, precies. Dat wil zeggen, de afbeeldingen, de foto's van muizenvallen. Om even correct te wezen, 2971 verschillende muizenvallen. Hm? Muizenvallen in hout, in ijzer, in edelmetaal. En in geelkoper, in roodkoper. Weet ik veel, doe ik veel allemaal. Dan moeten zelfs ergens bij nummer rond 1600. Hier is er eentje, dus dat is waanzinnig geworden. We zien, kijk, een muizenval. Met aan de binnenzijde, links en rechts, gestoffeerd met satijnen kussentjes, opdat de arme diertjes zich maar niet zullen bezeren. Krijg je? 2971 verschillende muizenvallen. En nu komt u bij mij als 2972ste bezoeker om mij te vertellen dat u ook een muizenval heeft uitgevonden. En moet ik uit hoofde van mijn functie u vragen, heeft u na mijn uiteenzetting nog behoefte om octrooi aan te vragen op uw muizenval? Jazeker, want mijn muizenvalletje is toevallig het crimineelste muizenvalletje wat... Stop. In orde, beste kerel. Ik geloof u onvoorwaardelijk. Ik breng even het boek terug naar het archief, want u begrijpt wel, orde moet hier heersen. Orde moet er zijn, uiteraard. Dan vind je de rommel nooit meer terug. Wacht even. Neem u mijn schaartje even. Kan u die vreemde ambalage van u even lospeuteren? Huh? Vreemde, ingewikkelde toestand. Even het boek terug, want orde moet hier heersen. A en B. En nog. Dit was de C en D. Leve haar majesteit. Niet. Hoe heet? Niet. Zijn we gelijk bij de H. Bij de M. Juist zijn we bij de muizenhokjes, muizenkotjes en de muizenvalletjes. Alles staat weer onberispelijk op zijn plaats. Niet staat erop. Onberispelijk. Allemaal even onberispelijk. Gaan we weer. Thank you.
Is dat alles? Nee, dit is gewoon een plankje met een gleufje. Maar pas op, nu neem ik dit eenvoudige messie, hè, en dit plaatseer ik in dit gleufje. En aan deze zijde plaatseer ik dan een stukje oude belegen kaas. En wat gebeurt er nou? Nou komt er een muisje aangeslopen. Trip, 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 trip. Hij stapt op dat plankje. Trip, 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 trip. Hij kijkt over het messie en zegt... Hé, hey, stukje kaas. En afgelopen is het. Formidabel. Formidabel. Och, hey, wacht eens eventjes, beste vriend. Kom dan, hier klopt iets niet. Oh nee? Wel, nee. Stel je nou eens voor dat muisje voor jou, dat komt van de andere kant aan moest lopen. Van trip, 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 trip. Nou, dan vreet hij mooi jouw stukje kaas op. Zonder dat hij met dat mesje iets te maken heeft. Zeg, kom nou, dat is flauwekul hoor. Die verdwijnt diep in de nacht. Die muis, zie je nooit meer terug. Het is uit voor die flikkenvest, hoor. Ja, wacht u nou eens even. Ik heb u ook pas mijn eerste model laten zien. Zo te zeggen, de eerste fase, hè, waar ik een jaar lang aan gewerkt heb. Het is niet mogelijk. Ja, want kijk, wat heb ik hier? Ik heb geen flownoos. Ik heb geen flownoos. Dan moet u maar eens even kijken. Wat ziet u aan dit mesje? Hey, getverderd, zeg. Er zitten allemaal gebieden scherpe kartels aan. Bah. Heel juist opgemerkt. En nu plaatseer ik dit gekartelde mesje in datzelfde gleufie. Hey, voilà. Ja. En aan welke zijde komt die kaas? Dat is nou juist het mooie. Er komt helemaal geen kaas meer aan de pas. Oh nee. Wel nee, helemaal niet. Want wat gebeurt er nou met ons muisje dat daar komt aangeslopen? Nou, ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Geef mij over. Geef mij over. Nou, dood eenvoudig. Van welke kant ons muisje nou mag komen aangeslopen? Van trip, 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 trip. Hij springt op dat plankje, trip, 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 trip. Kijkt over dat gekartelde mesje en zegt... Hé, hey, vandaag geen kaas. De reacties op de show waren geweldig. Artistiek gezien betekende deze erkenning voor Toms acteerprestaties een enorme stimulans om door te gaan. Daar kwam nog bij dat men besloot een programma met hoogtepunten uit zijn twee laatste shows in te sturen naar het televisiefestival in Montreux. Maar de financiële zorgen waren er nog steeds. Tom meende dat een nieuwe zaak daar wellicht uitkomst in zou kunnen brengen. Ditmaal koos hij voor Rotterdam. Tom deed bijna alles zelf. Hij was een keer bezig op het voorplein met een drillboor, toen achter hem in de bouwketen telefoon ging. Hij holde erin en hij riep nog iets over zijn schouder van... Daar zou je het hebben. Ik wist bij God niet waar hij het over had. Maar even later wel. Hij kwam jubelend de bouwketen uitgehold, struikelde over stenen en riep letterlijk... Ik heb gewonnen! Ik heb de zilveren roos gewonnen! Ik moet meteen naar Montreux! Alle vluchten waren volgeboekt, maar men maakte voor Tom een uitzondering. Hij mocht meevliegen in de cockpit. Overgelukkig nam Mr. Do It Yourself TV, zoals hij in Montreux werd genoemd, de zilveren roos in ontvangst. En hij werd overstelpt met aanbiedingen. Maar ook nu had Tom geen tijd, want de zaak in Rotterdam moest open. Tom wilde deze keer van start gaan met een jonge ploeg. Van de ruim 400 gegadigden bleven er 10 over. Dagelijks werd er gerepeteerd. Iedereen was doodnerveus, want binnen 3 weken moest alles gekend zijn. En het lukte. Het cabaret ging op tijd open en wederom stonden de mensen rijen dik voor de deur. Iedereen werkte even hard mee om de zaak goed draaiende te houden. We deden alles zelf, dus niet alleen die 18 voorstellingen per week, maar licht, geluid. De garderobe. We verkochten de kaartjes, we lieten de mensen binnen. Ja, en tussen de voorstellingen door de tafeltjes schoonmaken, de vuile glazen wegbrengen. Kortom, ik denk dat wij eigenlijk een hele ouderwetse harde leerschool hebben gehad. Denk je niet? Gelukkig wel, ja. Het was erg veel lachen, we hebben ook wel gehuild. Ja, en waren er wel eens spanningen, dan zei hij altijd, jongens, luister eens naar oom Tom. Degene die je 2 jaar lang bij mij volhouden,
die hebben voor de rest van hun leven in dit vak een dikke boterham. Hoe lastig Tom ook kon zijn voor zijn medewerkers, een andere kant van zijn karakter was zijn grote liefde voor dieren en kinderen. Dus begon hij op het voorterrein een kinderboerderij. Om het feest compleet te maken startte hij tevens in die periode met kindermatinees. Joop Simons van de VARA bedacht daarop de zo succesvolle televisieregistratie van Bij Doris op schoot. En daar zat ze dan, dat ene meisje dat volkomen in trance haar eigen versie zong van Poesie Mouw. Vrijgelaten door Tom, die op datzelfde moment voelde dat er iets heel bijzonders gebeurde. Poesie Mouw, Poesie Mouw, Poesie Mouw. Kom eens gauw. Kom eens gauw. Ik heb lekkere melk. Lekker alweer. Rijst de brei. Rijst de brei. Ook voor mij. Voor mij. Jongens, help eens even. Met z'n allen. Poesje. Poesie mouw. Poesie mouw. Velen onder u zullen zich afvragen hoe Corina Konijnenburg, want zo heet ze, er inmiddels uitziet en hoe het met haar gaat. Hier is ze, 13 jaar later. Spijt me, maar ik kan me er niks meer van herinneren. Wat ik nog wel weet is dat ik me vroeger in de kas opsloot als het plaatje gedraaid werd. Maar daar win je aan. Wordt er nog wel eens mee gepest hoor. Maar ze doen mij. Tja, maar het blijft een feit, Corina, dat jouw optreden destijds wel degelijk van invloed was op andere kinderen. Nee, eerlijk? Kom eens gauw bij me dan. Huppatee. Ga jij een mooi lied zingen voor de kinderen? Ja. Doe dat eens dan. Poesje mouw. Ja, zeg, wacht even, we gaan nou gauw. Weet je nog een andere? Ja. Doe maar dan. Poesje mouw, kom eens gauw. Zeg, wacht eens even, weet je nog een andere? Ja. Doe maar dan. Poesje mouw. Na het eerste jaar liep het bezoekersaantal, mede door de invoering van de BTW, zienderogen terug. Toms vriend, Gerard de Lange, bood aan een gedeelte van de zakelijke leiding voor zijn rekening te nemen.
Tom heeft nooit een tweede man naast zich kunnen velen. Het alles zelf willen doen. Overdag repeteren. 's Avonds de voorstellingen. 's Nachts nog eens teksten schrijven. Daartussendoor de radio en de televisieshows. En dan ook nog eens in zijn eentje die hele zaak runnen. En dat is werk voor 10 mensen. En als ik dan zei, Tom, je bent eigenwijs. Dat moet toch fout gaan zo? Dan zei hij, dat weet ik, Goffie. Maar ik kan niet anders. Van de jonge 10 waren er ondertussen nog maar 4 overgebleven. Tom ging verbouwen en startte een nieuw programma. Voor zijn medewerkers schreef hij andere sketches en liedjes. Maar voor Doris had hij weinig nieuwe dingen. En omdat het publiek toch in eerste instantie voor Doris kwam, werd de terugloop gauw merkbaar. Het was op zaterdagavond, in de pauze van de eerste voorstelling. Ik moest bij oom Tom in de kleedkamer komen. Willem, zegt hij, geef de mensen hun geld terug, want ik stop ermee. En zeg tegen het overige personeel dat de zaak deze maand gesloten wordt. En ik, vroeg ik, jij blijft, want ik ga weer tv-shows maken en platen. En moet er iemand bij de telefoon blijven. In het begin van 1970 werd de zaak gesloten. Toms grote financiële achterstand dwong hem zijn zaak voor 1 seizoen open te stellen als amusementshal. Dit alles in het kader van de actie Communicatie 70, die op diverse plaatsen in Rotterdam op 5 mei van start ging. Tom kreeg tevens een zakelijk leider toegewezen. Tom had er een gronde rekel aan. Maar ja, die amusementshal die gaf hem weer lucht. Hij kon weer gaan schrijven. Op een gegeven moment komt hij naar me toe en zegt... Gabber, ik klik tussen ons. Laten we een paar loten kopen van de staatsloterij. Nou, hebben we gedaan. En prompt, 100.000 gulden. Al kon Tom het gewonnen geld direct weer doorgeven aan zijn schuldeisers, dat gaf niet. Hij kreeg weer moed. Zijn laatste langspeelplaat had het goed gedaan. Nog zo'n knaller eroverheen en hij zou voor de zoveelste maal gered zijn. En de opdracht voor zijn nieuwe LP kwam er, gekoppeld aan een televisieshow. Het zou zijn laatste werk zijn. Tom belde me op. Hij zei, ik ga 3 weken met vakantie en als ik terugkom heb ik 12 pareltjes van liedjes bij me. Die je net als bij de vorige LP moet gaan arrangeren. Tot over 3 weken, Gabber. Maar Tom kwam terug na 3 weken zonder 1 regel op papier. Opnieuw met zijn rug tegen de muur besloot hij om voor het eerst in zijn leven een andere tekstschrijver in te schakelen. Ik herinner me nog erg goed de crematie van Tom. Vooral de woorden van Pieter Nuil, die toen zo voortreffelijk heeft gesproken. Hij zei onder andere dat de laatste liedjes, de laatste teksten van Tom zo beschaduwd waren. Die melancholie heb ik eigenlijk ook al geproefd terwijl we met die teksten bezig waren. Terwijl we aan het figuur zagen waren, zoals Tom dat zo prachtig noemde. Aan het stoeien met die teksten, aan het vechten soms. Want hij kon ook echt kwaad worden en zeggen, dat is geen Doristaal. Zo, praat Doris helemaal niet. Nou, dan probeerde ik maar weer Doristaal te schrijven. En het gekke is dat ik af en toe het idee had dat Tom niet met Doris bezig was... maar Doris met Tom. Nu kwam ook Jan Telen in tijdnood. 9 dagen en nachten zwoegde hij door om alle arrangementen klaar te krijgen. Daarna werd er nog eens 5 dagen en nachten doorgewerkt om de muziek op de band te zetten. Ik was echt moe en wilde mijn bed in. Niks ervan, zei hij. 5 dagen ben jij bezig geweest met het orkest en nu ben ik aan de beurt. De geluidstechnicus ging zijn microfoon recht zetten en Tom ging inzingen. Een regeltje hier, een regeltje daar. En na uren en uren werken hadden we 5 van de 12 stukken op de band staan. De geluidstechnicus verloor zijn geduld en we vlogen de straat op. De volgende dag konden we in een andere studio terecht. Maar daar begon de ellende pas goed. Iedere keer als hij een stuk had ingezongen, liet hij het weer uitwissen. Dat is Doris niet. Dat is Tom Anders. Het is niet goed. Ik ben mijn kikkertje kwijt. De volgende dag lukte het nog steeds niet. De studiochef liet weten dat de volgende middag om 12 uur... alle machines zonder pardon zouden worden stilgelegd. 's Avonds werden de technici afgelost.
Jan en Tom bleven doorgaan. Buiten dat Tom zijn kikkertje kwijt was, hadden we nog hele andere problemen. Geen één inzet was gelijk met het orkest. Dan was hij te vroeg en dan was hij te laat. En dat werkt dodelijk. Uiteindelijk na de hele nacht te hebben doorgewerkt, zei hij 's morgens om 8:30, Lange, zit er niet meer in. We stoppen ermee. Ga maar naar huis. Ik wil me niet schamen van mijn kinderen. Ik zei, nee, we hebben samen al die dagen en nachten doorgewerkt. Nu wil ik doorgaan. We hebben de studio tot 12 uur en die paar uurtjes die kunnen er ook nog voorbij. Nu wil ik je wel eens op je gezicht zien gaan. Ik keek me een beetje vreemd aan, maar ik had de indruk dat hij begreep wat hij bedoelde. Of liever gezegd, dat hij voelde wat hij bedoelde. Oké, zei hij. Gaan we eerst een stukje ontbijten. Het tweetal bestelt een ontbijt in een omroepcafé in de buurt. Tom praat vrolijk met andere vroege gasten en doet alsof er niks aan de hand is. Het wordt 10:00, 10:30. Jan Telen staat op en zegt... Zullen we dan nu maar naar de studio gaan, vroeg ik. Is goed, joh, zei Tom. Om 11:00 kwamen we de studio binnen. Om 12:00 moesten we eruit. En 7 stukken inzingen. Onmogelijke zaak. Tom werd achter de microfoon gezet. De bandrecorder werd gestart voor de zoveelste keer. En toen, als in een wonder, hij had zijn kikkertje weer. En 7 x 3 minuten ging hij achter elkaar door zonder te stoppen. Iedere inzet zat op zijn plek. Er was geen enkel probleem. Toen hij klaar was, keek hij triomfantelijk en zei... Kijk, 2 studio's zijn we uitgegooid, 5 technici over de toeren, maar het product staat. En goed. Jan Telen kon gaan slapen, maar Tom moest verder. Want nog diezelfde middag stond er een filmploeg gereed om op locatie te gaan filmen. Hoogtepunt uit deze show, die 3 maanden voor Toms dood werd uitgezonden, was wel de scène bij Madame Tussaud. Zijn kracht was dat hij zo'n scherpe kijk had op de komische mogelijkheden van een situatie. Ook een actuele situatie. In Madame Tussaud zag hij meteen een gimmick. En als geen ander had hij het vermogen daar op een bank te gaan zitten... op een manier dat iedereen twijfelde of die nou een mens was of een pop. Heel leuk. Is goed, hè? Nou, dat is iets. Hij heeft zijn haar op zijn armen, hij is een echte hoor. Als hij zijn haar trekt, dat die oude. Ja, ik wil met zijn ogenleden ook. Ik had u hier, ja. Zo. Nee, haar trekt. Ik kijk eruit als ik een klap. Daar is hij. Als ik niet vol heb, ja. Daar komt die voor.
Tja, dat...